Het blijft een veelkoppig monster, de asielcrisis. VVD-staatssecretaris Erik van den Burg streeft ernaar deze week met zijn asielwet te komen. Maar daar ging een hobbelige weg aan vooraf. Met dwang op dit moment schieten we niks op. Het AZC ter Apel barst uit zijn voegen. Dit wensen wij niemand toe, hè? Een dak boven het hoofd is toch wel een basislevensbehoefte. Afgelopen weken komen er diverse verhalen naar buiten over mensonterende toestanden. Dat de mensen slapen op het gras, op stoelen. En het personeel zegt dat het ook echt niet langer kan. Het is erg dat het op dit moment zo is dat Artsen zonder Grenzen inspringt. You're sleeping here in the tents? Sometimes I sleep on another side. Sometimes I sleep behind the side. Begrijpen dat u de asieldeal een beetje aan het tegenhouden bent omdat er te veel dwang in zou zitten? Nee hoor, daar wordt over gesproken. Maar dwang is geen probleem. Ik heb daar nu nog niks over te melden, over die wet. Maar er zijn ook gemeenten die niks doen. En dat is gewoon niet eerlijk ten opzichte van die gemeente waar keihard gewerkt wordt. Ja, er zijn nogal wat partijen, hè? De provincies, gemeenten en de coalitiepartijen zijn al akkoord. Alleen de VVD die ligt nog dwars. De VVD die is verdeeld. Waar staat u eigenlijk? Nou, ik zie twee bezwaren tegen de asielwet. Het eerste is, je wil niet meer mensen opvangen als land dan wat je kan. En als je een wet hebt waarbij je onbeperkt gemeenten kan verplichten asielzoekers op te nemen, dan is er geen prikkel meer om wat aan de instroom te doen. Dus dat is het eerste. Het tweede is, je wil natuurlijk draagvlak hebben voor asielopvang. En op het moment dat je als overheid gemeenten gaat verplichten van je moet een AZC plaatsen, ja, dat is natuurlijk niet goed voor het draagvlak. Dus, nou goed, ik lees in de media dat de VVD bezwaren heeft tegen die wet. Nou, dat begrijp ik wel. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook van de VVD. Nu zegt u eigenlijk heel duidelijk van, nou, ik vind het ook niet zo'n goed idee. Maar Van den Burg zegt, misschien wel terecht, nou, we hebben die spreiding van asielzoekers nodig om te voorkomen dat sommige gemeenten dichtslippen. Want er zijn genoeg gemeenten die zeggen, oké, laat maar komen. Maar op een gegeven moment gaat het gewoon niet meer. Hoe zit dat eigenlijk in Enschede? Nou, in Enschede hebben wij al heel veel gedaan. Dus ik vind het ook wel goed als de spreiding is. Maar het echte probleem is natuurlijk dat er veel te veel mensen binnenkomen. Ik bedoel, je kan wel van alles gaan spreiden. Maar als je een hele hoge instroom blijft hebben, en we hebben nu een hele hoge instroom, dan blijft dat probleem, hoeveel je ook spreidt. Oké, maar heeft u dan nu zoiets van, nou, in Enschede is het wel mooi geweest? Ja, dat vind ik als Enschede wel. Maar ook omdat we al veel hebben gedaan en ook dingen doen. We hebben ook opvangen voor Oekraïnse vluchtelingen. We plaatsen de statushouders snel. Maar ook in Enschede zitten wij wel te kijken naar die hoge instroom. En heeft u het gevoel dat er geluisterd wordt naar die kritiek? Nou, in ieder geval wel door de VVD. Wat mij wel verbaast is het CDA. Want ik lees dus in de media dat de VVD bezwaren heeft. Ik zie aan de andere kant Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra altijd zeggen dat we minder migratie moeten hebben. Nou, het CDA hoor ik niet, dus dat vind ik bijzonder. En ik vind het ook bijzonder van de ChristenUnie en D66 dat ik hen niet over die instroom hoor. En dat ze weg lijken te kijken voor dat probleem. Nee, Hugo de Jonge heeft het nu ook over meer woning voor statushouders. Dat is iets wat hij heel belangrijk vindt, dat, ja. Dat horen we wel. Ja, maar Hugo de Jonge zegt ook, we moeten naar minder migratie toe. Maar als het dan erop aankomt in zo'n wet, dan hoor ik niks van het CDA als het daarover gaat. Ja, dan hebben we ook nog de crisisopvangplekken. Dat is natuurlijk ook nog een belangrijk punt. Het COA komt 10.000 plekken tekort. Mm-hmm. Terwijl ze er vanaf 1 januari verantwoordelijk voor zijn. De gemeente dan niet meer. Nou, die deadline die gaat niet gehaald worden. Dat is inmiddels al geconcludeerd. Hierdoor blijven gemeenten betrokken. Wat vindt u ervan? Dus dat COA hun zaken dus nog niet op orde heeft? Nee, dat verbaast mij niet, want onze ervaringen met het COA zijn ook niet altijd heel goed. Dus het verbaast mij niet. Maar dan kom ik ook weer op wat ik eerder zei. Als die instroom hoog blijft, ja, dan kan je deadlines gaan verzetten tot je een ons weegt. Maar we hebben het steeds over de instroom. Maar ja, goed, ze zijn er nou eenmaal, dan moet je er wat mee. Ja, maar goed, als er heel veel mensen blijven komen, dan dwel je met de kraan open. Kijk, het is voor ons als Nederland, als wij nu zouden zeggen, vanaf nu gaat die instroom drastisch omlaag, dan kunnen wij als Nederland voor de mensen die er nu zijn, kunnen we een oplossing vinden. En daar zijn gemeenten zijn ook echt wel toe bereid. Ik denk ook de meeste VVD-fracties. Maar als wij geen oplossing in zicht hebben voor de lange termijn, dan zeggen gemeenten ook van, jongens, hier stopt het. Want wij hebben ook als gemeente al zo vaak crisisnoodopvang gehad. En iedere keer weer tijdelijk, het is nu tijdelijk. Maar het is niet tijdelijk, het is structureel. Ik zag u reageren. Ja, over die instroom. Hè. Je kunt toch oorlogen, of in mijn geval ziektes toch niet. Hè. Je kunt niet zeggen, nu moet je niet meer ziek worden. Hè. Als er bijvoorbeeld een oorlog uitbreekt en mensen moeten hun huis verlaten. Ik denk dat je niet kan zeggen, ja, nu doen we alles dicht en je bent niet meer welkom. Dus ik begrijp het standpunt van CDA dat ze zeggen van, de instroom heb je niet in de hand. Nee, maar het is wel zo, kijk, tuurlijk, ik denk dat vrijwel iedere Nederlander vindt dat als mensen in nood zijn, tuurlijk, dat moet worden opgevangen. Dit is natuurlijk een nationale schande, hè, dat mensen in een greppel moeten slaan, in de regen, in de kou. Maar het is natuurlijk wel zo, dat moeten we ons wel beseffen. Kijk, naar het rijk Europa komen natuurlijk steeds meer mensen vanuit Afrika en Azië. Als je naar Amerika kijkt, ja, ze kwamen eerst vanuit Mexico, wat natuurlijk een heel arm land ook is. Maar nu steeds verder Zuid-Amerika in, zie je dat
heel veel mensen op die Amerikaanse grens afkomen. En daar is het, onder Trump was het een puinhoop, onder Biden is het eigenlijk ook een puinhoop aan die grens. En het is nu al zover dat bijvoorbeeld de gouverneur van Florida, die stuurt mensen, vluchtelingen, die stuurt hij naar rijke luisplaatsjes, helemaal in het noorden van Amerika per vliegtuig, naar Martha's Vineyard, waar de miljonairs van Amerika wonen. Ga het daar maar proberen. Daar. Ja. En zo, dadelijk krijgen we bussen vanuit zeg maar Ter Apel naar Amsterdam. Van hier heb je nog even 4.000, 5.000 statushouders. Ja. Of mensen die nog geen status hebben. En het is ook niet altijd onwille. Het is ook wat kan je. En we hebben het over gehad. De wachtlijst voor sociale huurwoningen. Ons sociale stelsel wat onder druk staat. Dus wat mij betreft, ik zou de hele wereld willen gunnen wat wij in Nederland hebben. Maar je moet ook realistisch zijn. Dat kan niet. Nou ja, niet vooruitschuiven altijd maar. He, want daar moet toch echt beleid op worden gevoerd. Hoe lang zijn we hier nu al niet over aan het praten? Dit kan toch niet? Dit zet op wantoestanden. Praten.